Het kunstdistrict Marowijne heeft een bijzonder kunstwerk erbij. Het kunstwerk met de naam Bigiba Toto is afgelopen zaterdagmiddag onthuld in Mungo aan de Julianaweg bij Timbe Art Studio. Bigiba Toto is een werk van de Nederlandse kunstenares Iris Bouwmeester. Zij heeft 3 maanden lang gewerkt bij de Timbe Art Studio en ook met de lokale gemeenschap. Marcel Pinas, initiatiefnemer van Timbe Art Studio, vertelt dat het eerder genoemd kunstwerk vervaardigd is voor het kunstpark van Mungo. Bouwmeester haalde inspiratie uit de kunstwerken die ze heeft gezien in het gebied. Ze voerde het project samen met enkele lokale makers. Pina zegt dat dit een belangrijke criteria is bij Timbe Art Studio. Eigenlijk batoto is een wild bosvrucht. Dat wanneer je kostgrond hebt goed gemaakt, dat het gewoon groeit. En dan kan je het eten. Dus wat er is gebeurd, ze heeft zich laten inspireren door die koepel van de moskee. En daarvan heeft ze bepaalde vormen gemaakt. En jongeren komen naar binnen en kijken naar dat werk. En zeggen van, oh, dit lijkt op batoto. Begrijp je? Dus eigenlijk, zo is het naam ontstaan. Maar Iris, die wordt geïnspireerd door de natuur. Dus, weet je, dus, het heeft zijn plek. Het heeft zijn plek gehad. Pinas geeft aan dat na een periode van 4 jaren, Stichting Kibi, waarvan Timbe Art Studio onderdeel van is, weer bezig is in het gebied. Bij dit project hebben kinderen van Mungo ook hun tekenkunsten kunnen tonen. Verschillende werken van de kinderen zijn opgehangen in het museum van Timbe Art Studio. Onze nieuwsdienst sprak enkele van deze jongeren die het geweldig vinden om op zo'n wijze te kunnen bijdragen aan het project. Pinas benadrukt dat het de bedoeling is om lokale talenten te helpen stimuleren. Dus dat we hier zijn, willen we mogelijkheden creëren voor die jongeren hier. Die talenten die hier rondlopen, willen we op een of andere manier identificeren, prikkelen en helpen ontwikkelen. Want zoals je weet, niet iedereen kan lezen en schrijven. Dus voor de creatieve vakken, dus daarom zijn we hier. Voor dans, voor theater, voor beeldende kunst, voor spoken word. Dus we zijn hier om hun te faciliteren. Want eigenlijk, hoe het allemaal is begonnen, we kwamen gewoon om te tekenen. En dan zie je van, iemand houdt van drummen. Oh, aan, wat gaan we doen? Oh, ja, die groep komt. Oh, dan brengen we ze naar Mungo. Oké, dan komen die groepen erbij. Oh, hou van dansen. Oh, er komt een dansgroep uit Nederland. Oh, die brengen we mee naar Mungo. Dus zo is alles eigenlijk ontstaan. Maar we zijn hier om de lokale gemeenschap te faciliteren. Pina zegt dat de behoefte voor kunst- en cultuurontwikkeling in het gebied groot is. Nu hij nog in de gelegenheid is, probeert hij zoveel als mogelijk zijn ondersteuning te geven, zodat voornamelijk de jongeren zich op dit gebied kunnen ontwikkelen.